Dus ja, dames en heren, het is inderdaad waar. Ik word TikToker. Wat is dat, mensen? En welkom terug bij een nieuwe video. Ik zat laatst zo na te denken over mijn leven. Want we hebben 1 miljoen abonnees gehaald. We hebben Joey in elkaar geslagen. Maar toch voelt het gewoon de hele tijd alsof er nog iets mist. Maar toen besefte ik het me opeens. We hebben nog een onafgesloten hoofdstuk in ons leven. En dan heb ik het niet over deze guy, Jay Swartz, die nog steeds TikToks over mij maakt. Wacht, wow, wat is er met zijn TikTok gebeurd? 15.000 volgers, wat? Oké, maar goed, dat boeit niet. Ik heb helemaal niks meer gezegd over deze guy. Mijn laatste video over hem is inmiddels al zelfs 4 maanden geleden. Maar blijkbaar maakt daar gewoon nog steeds video's over mij. We gaan daar even een paar kijken. Ga je nog met Hanwee de ring in? Jullie weten toch allemaal dat Hanwee niet durft, mensen. Jullie weten dat toch? Hoe vaak moet ik het nog zeggen? Besef je dit? 4 maanden geleden maakte hij exact dezelfde video's. En deze video is 2 weken geleden gepost. In 4 maanden tijd is er niks veranderd. Hanwee, the king is back. Zeg maar, oké, wat heeft dit überhaupt met mij te maken? Het is een video dat hij opstaat en zijn uitzicht showt. Ik snap het niet eens, man. Oh, als Hanwee de ring niet in deur. Ik snap zijn TikToks niet eens. Maar goed, het punt is dat Jay nog steeds helemaal niks boeit. Ik weet eerlijk gezegd niet wat er met zijn account is gebeurd, maar nu boeit hij nog minder. Maar waar ik dus heen wil gaan, is dat we nog een ander hoofdstuk hebben dat we nog niet hebben afgesloten. En dan heb ik het natuurlijk over de enige echte Glen Fontein. Ik was deze guy überhaupt ook helemaal vergeten. Maar ik besefte, ik mis nog een volgend doel op YouTube. Maar toen besefte ik me opeens, hey wacht, misschien zie ik dit helemaal verkeerd. Misschien heb ik helemaal geen nieuw doel nodig op YouTube. Misschien heb ik gewoon een nieuw doel nodig op een ander platform. TikTok. Ik ben persoonlijk gewoon iemand die heel goed werkt als hij een specifiek doel in zijn hoofd heeft. En mijn doel voor het eind van dit jaar is om meer volgers op TikTok te hebben dan Glen Fontein. Hij heeft op dit moment 1,6 miljoen volgers. En op dit moment heb ik er een heel stuk minder. Bijna 1 miljoen minder. Maar ja, ik dacht zo van, hoe kunnen we Glen het best gaan irriteren? Door hem te overtreffen op zijn eigen platform. Dus ja, dames en heren, het is inderdaad waar. Ik word TikToker. Dus ja, iedereen die me nog niet volgt op TikTok, begin me te volgen. Mijn naam op TikTok is Hanwee Shang. Maar ja, ik heb oprecht echt kapot lang geen TikTok van Glen meer gezien. Dus we gaan even de concurrent bestuderen. Daar gaan we! Eventjes later. Hey, het originele idee van deze video was om de TikToks van Glen te gaan bekijken. Maar wauw, wat zijn die saai. Dus dat skippen we. Hey, fuck dat. Zeg maar, vroeger was hij nog cringe. Nu is het gewoon saai en dom, want het slaat helemaal nergens op. Laten we bijvoorbeeld zijn nieuwste video erbij pakken. En besef, ik heb net, even kijken. Ik heb net 20 minuten lang zijn TikToks lopen kijken. En het is gewoon echt slecht. Maar weet je, ik laat het gewoon wel zien. We gaan zijn nieuwste TikTok bekijken. Meneer heeft niet betaald. Dan maar een boete. Wat doet hij nou? Ik heb gewoon betaald. Ja, dat zeggen ze allemaal. Maar ik heb hier staan vanaf 1 uur niet betaald. Ik heb 1 voor 1 betaald. Ga maar zitten. Gezeik. En verkeerd geparkeerd. Zeg maar, ligt het aan mij of was er nergens een joke? Oh, meneer heeft niet betaald. Hij krijgt de boete. Maar weet je wat het ding is? Letterlijk, al zijn TikToks zijn nu zo. Gewoon, er is geen joke. Maar dat is ook zeg maar niet zo cringe zoals vroeger toen hij de hele tijd zat te strippen. Maar nu is het gewoon niks. Het is gewoon niks. En ik bedoel, als hij 1,6 miljoen volgers heeft, dan kan ik dat toch ook? Maar weet je, aangezien we niks hebben aan Glen's TikToks, want het is gewoon letterlijk niks. Laten we de rest van de competitie bekijken. Grootste Nederlandse TikTok. Oké, nou ja, dit zijn blijkbaar de grootste Nederlandse TikTokers. Markie Lucas. Markie Lucas. Hier begint ons onderzoek. Deze heeft veel views. Wat is dit? Man. Volgens mij is dit gewoon de Engelse versie van Glen. Is dat zo? Oh, dit, dit is Glen. What the fuck, dit is Glen. Oké, heb ik ook niks aan. Heb ik niks aan. Dus deze guy heeft wat? 9 miljoen volgers? Maar hij is gewoon de Amerikaanse versie van Glen. Oké, volgende. Nina Schotpoort. Was hij niet YouTuber? Oh, dit 1,5 miljoen ook. Waarom hebben deze zoveel volgers? Waarom? Excuse me. Has anybody seen... White Rabbit. Al deze bekende Nederlandse TikTokers maken allemaal gewoon Glen content. Ik ben er zojuist achter gekomen dat het gewoon niet aan Glen ligt. Want ze maken allemaal exact hetzelfde. Ze doen niks. Letterlijk. Laat me eens kijken. Oh mijn god.
god, oh mijn god. Ze doen niks. Ze doen letterlijk niks. Kijk dit dan. Kom, doe iets. Doe iets. La 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 la. Living my life. Je doet niks. Je doet nog steeds niks. En dit betekent twee dingen. Of ik moet ook gewoon niks doen. Of als ik ook maar iets doe, maakt niet uit wat, dan haal ik ze makkelijk in. Maar ze doen niks. Nog eentje dan, nog eentje. Besef hè, dit is allemaal achter elkaar niet ingeknipt. We gaan nog één bekijken. Deze heeft 900.000 weergaven. 900.000, ja? Doe iets. Doe gewoon iets. Ze doet niks. So baby don't worry, you are my only, you won't be lonely. Toen ik zei dat ik even research zou doen naar mijn competitie, had ik meer verwacht dan alleen oeh, kijk mijn playbacken, oeh, 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 oeh. Maar van de wat, 4, 5 video's heeft ze niks gedaan. 1.2 miljoen mensen hebben deze gezien. Gaat ze wat doen, ja of nee? Geef nu je antwoord in de comments, daar gaan we. De playbacken niet eens goed. Oké, okay, volgende op de lijst. Glenn Fontein. Nou, die kennen we al. Lorenzo. Oké, okay, nou, die kennen we ook al. Bo Potman. Wie de fuck is dat? Bijna 1 miljoen. Zelfs zij heeft meer dan ik. Stop. Vandaag ga ik namelijk jouw gedachten lezen. Maar voordat ik dat ga doen, wil ik eerst iets met je afspreken. Als ik het vandaag voor elkaar krijg jouw gedachten te lezen, klik jij voor mij op het plusje en deel je deze video met één van je vrienden om te kijken of het bij hun ook werkt. Yo, deal man! Als nou niet, dan mag je mij voor iets doms uitmaken in de comments, oké? Okay? Je hoort het. Let's ja, deal! Go. Ik wil dat je als eerste een fastfoodketen in je hoofd neemt. Oké, oké. Subway. En nee, nu geen Subway kiezen, want het zal wel heel makkelijk zijn. Heb je de fastfoodketen in je hoofd? Dan wil ik nu dat je de laatste letter van de naam van de fastfoodketen goed onthoudt. Oké, dat is de S. Ik heb McDonald's gekozen. Dan heb ik hier allemaal letters met verschillende kleuren. En dan wil ik dat jij de laatste letter van de naam van jouw fastfoodketen hier tussen zoekt en de kleur goed onthoudt. Hé, maar dat is bullshit, man. Ze hebben gewoon letterlijk elke letter van elke bekende fastfoodketen hier ingezet. McDonald's. Burger King. KFC. Oh, gelukt? Zou het blauw zijn? Dan weet ik eigenlijk wel zeker dat jij vandaag dacht aan de kleur blauw. Wauw. Dat weet ik dat je goed had. Wauw. Hé, hey, je hebt het goed. Maar ik ga je alsnog niet volgen, want het slaat nergens op. Hé, hey, fuck dit, man. Hé, zij doet gewoon magic tricks. En hier nog één. 5.4 miljoen, wil. Oh, ik snap al hoe dit werkt, denk ik. Denk ik, misschien. Het is gewoon zo'n glas met twee verschillende vullingen. Ik heb geen idee, man. En maar dit is wel goed. Dit is goed voor onze research. Ze pakt kapot veel views. 5 miljoen, 5 miljoen. Oh, wacht, wacht. Hier zien we het antwoord. Let's go. Sowieso een glas met twee verschillende kanten, toch? Of ben ik dom? Oké, okay, ze gooit er melk in. Ai, ai, ai. Oh, ja, ja. Kijk, het is gewoon zo'n glas met twee verschillende kanten. Ik wist het wel, mensen. Ik ben kapot slim. En dan draait ze het glas gewoon zo om. Ik wist het gewoon al. Ja. Oké, maar hier hebben we het aan. Bedankt, Bo Potman. Magie. Dingen. Kopen. What the fuck? Wat is... Nee, dit hoort hier niet. What the fuck is dit? Oké, nou, ik ga het ooit uittesten. Staat op mijn lijstje. Magie, check. Maxime en Sophie. Hé, ik ben met hun ergens geweest. 1.1 miljoen. We hebben weer op de plaats. Hey, Max, ik heb Sophie. Hey, Sophie. Sophie gaat ook mee. Zij maken gewoon relatable girl TikToks, denk ik. Niet mijn content volgende. Of kan ik ook een relatable girl zijn? Jessie. Oh nee, Jensie. Jensie, wie de fuck is dit? Jensie. We hebben nog niks gezien, maar ik ga alvast een gok doen, hè. Dit is een Glenn Fontein. Dit is een Glenn Fontein. Oké, deze guy heeft volgens mij gewoon allemaal fake volgers. Want hij heeft 750.000 volgers, maar hij pakt niet eens 10.000 views. Oh mijn god, oké. We skippen deze guy ook, want dit is gewoon een AliExpress versie van Glenn Fontein. Opa Gerrit, wie is dat? Klinkt wel leuk. Hé, hey, wacht, trouwens. Hé, fuck dit. Ik heb wat meer volgers. Hé, fuck dat, man. Nou, pak andere lijstjes erbij. Wie hebben we hier? Anthony Lockhorst. Wat? Hij is kast.
Oh, dit is gewoon een Joel Beukers, maar dan op TikTok. Oké, okay. Nikki Tutorials, Engels. Waarom zitten er allemaal Engels erbij? Oké, okay, we zijn basically door deze hele lijst gelopen. Wat hebben we tot nu toe ontdekt? Mensen doen eigenlijk helemaal niks. Of ze zijn leveltijn. Goocheltrucs werken. Oké, okay, oké, okay, daar heb ik wat aan. Maar voor de rest, ja, wat heb ik hier aan? Maar is dit de grootste grootste? Kan ik niet ergens gewoon een lijstje krijgen met de daadwerkelijke grootste? Is er gewoon niet een lijstje of zo? Eventjes later. Deze Nederlanders hebben groot succes op TikTok. Oh, wie zou hierin zitten? Meester Jasper. Hé, hey, die hebben we niet gehad. Hé, hey, dit is een Nederlander. Oh. Oh, hij pakt veel views. Oké, oké, wat doe jij? Nee, wel normaal, hè? Ja, 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 wel normaal. Wat begint met de N en eindigt op Euken? Begint met een N en eindigt op Euken. Ja. Ik weet niet. Oh wacht, deze guy is letterlijk leraar. Hij is letterlijk leraar. Oké, blijkbaar werkt dat ook goed. Leraar zijn. Moet ik nu leraar worden? Zit King Alert op TikTok? Hij zit niet op TikTok, maar er zijn heel veel TikToks over hem. Oké, wat is dit? Daddy. I want my daddy. Oké, okay, what the fuck. Oké, okay, nou ja. Nou, ben ik ook achtergekomen. Blijkbaar werkt leraar zijn ook goed. Oké, okay, ik heb vandaag niet al te veel opgestoken volgens mij. Maar goed, we moeten 1 miljoen volgers erbij krijgen binnen 1.5 jaar. Moet lukken. Als Glenn trouwens niet even verder besluit te groeien. Maar goed, als jullie nog ideeën of wat dan ook hebben om mij de grootste TikToker van Nederland te laten worden, laat even achter in de comments. Like de video als je het leuk vond. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. Vergeet me ook niet te volgen op TikTok. Dat is de hele bedoeling. Hier, @hamandshang. Yeah. En yo, dan zie ik jullie later. Yo.